In Veren deden zaterdag 34 oude houten visserschepen mee aan de 20ste van Loon Hardzeildag. En ze hadden geluk. Vlak voor het startschot trok de wind aan tot kracht 3. Het publiek kon de wedstrijd vanaf de wal goed volgen en had daar ook genoeg ander vertier. Met onder meer demonstraties garnalenpellen en palingroken. De wedstrijd is vernoemd naar Hendrik Willem van Loon, die in 1928 de eerste Hardzeildag organiseerde voor vissers uit Arnhem-Muiden.